Hi guys, it's Grandma Fulas and I'm back again. So today I'm here to talk about natural hair and all the products that I use for my natural hair. But I'm gonna do this video in Dutch, so if you guys wanna watch this video, then stay to the sugar Grandma Fulas. Hallo allemaal, this is Sugar Amy Amifules. Zo, vandaag ga ik praten over groeshaar en over alle producten die ik gebruik voor mijn groeshaar. De reden waarom ik ga deze video maken, ik heb heel veel vriendinnen die zijn ook natural hair, ook groeshaar. Maar mijn vriendin is een soort van product junkie geworden en die koopt allerlei producten die zij ziet op YouTube. Dat iemand zegt, oh, dit is voor groeshaar, ze gaat kopen. De hele kast is vol met producten en ze weet helemaal niet wat ze moet doen. En ze vroeg mij van, wat gebruik je voor je eigen haar? Ik denk van, wil je mijn producten weten? Mijn producten die ik gebruik, er zijn niet 100% natural, niet alles. Sommige zijn wel, sommige zijn niet. Maar ja, het hoeft niet allemaal 100% natuurlijk te zijn. Het werkt voor mij, weet je. Het zijn producten die voor mij werken, die goed voor mijn haar is. En dat is de reden waarom ik het gebruik. En nog de tweede reden is, waar ik woon, er zijn geen Afrikaans winkel. Er zijn geen Surinaams of winkel waar je kan producten van groeshaar kopen. Dat hebben wij niet hier. Ik heb helemaal de kruidvat. Vanaf mijn huis naar de kruidvat zat zo'n 3 minuten lopen. En als ik bijvoorbeeld natural hair product wil, dan moet ik helemaal misschien een half uurtje rijden om daar naartoe te gaan. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik gebruik wat werkt voor mijn haar. Ik ga jullie laten zien vandaag de producten die ik gebruik. En als jullie daar een vraag hebben, laat gewoon een comment. Don't forget to leave a comment below. En ja, dit is een emmer vol met producten die ik gebruik voor mijn eigen haar. Het lijkt wel veel. Sommige mensen zouden denken, oh, dit zijn te veel producten voor mij. Geloof mij, er zijn veel nog meer met andere mensen. Wat andere mensen gebruiken, dit is nog weinig, hoor. Geloof mij, dit is nog weinig. De vriendin van mij die heeft nog echt veel producten. Die kan nog 3 emmer in. Ik heb gewoon 1. Dit is gewoon 1. En ja, ik ga vandaag jullie laten zien 1 voor 1. Shampoos, conditioner, leave-in, alles gewoon 1 voor 1. Dit is een soort van my hair regimen. Ik ga ook tijdens de laatste zin ga ook even met jullie praten hoe ik het gebruik. Zo, vandaag gaan we beginnen met de shampoo en conditioner. Deze zijn mijn vaste shampoo en conditioner die ik gebruik. Ja, Herbal Essences. Kun je bij Kruidvat kopen voor 3 euro en het is gewoon super. Er zijn niet 100% natuurlijke ingrediënten, maar ik vind het wel goed. Het werkt voor mijn haar. Ik doe mijn haar 1 keer per week wassen met shampoo en dan conditioner in. Maar de enige ding wat ik zelf maak is de deep hair treatment. Zoals van deep conditioner. Dat is een conditioner die je in je haar in doet en je laat het zitten voor misschien een half uurtje, 2 uurtje. Die maak ik zelf. Die maak ik het zelf. Omdat er zijn zoveel DIY dingen die je kan maken voor je eigen haar. Ik gebruik soms avocado, kokosolie, olijfolie en dan doe ik mijn eigen deep conditioner maken. Die maak ik zelf. Die koop ik niet. En soms heb ik dagen waar ik gewoon geen zin in heb om mijn haar te wassen met shampoo. Misschien heb ik het begin van de week mijn haar gewassen met shampoo. En ik heb geen zin in meer om mijn haar met shampoo te wassen. En dan ga ik met conditioner doen. Deze conditioners zijn nieuw in Kruidvat. En ze waren 1 euro. En ik heb heel veel meegenomen voor 1 euro. Stuk van 10 euro heb ik heel veel 20 meegenomen. En die gebruik ik om mijn haar te wassen wanneer ik geen zin in heb om shampoo te gebruiken. Er zijn ook niet 100% natuurlijk, maar hey, het werkt voor mij. Het maakt gewoon mijn leven makkelijk. Groeshaar, je kan natural hair, hoeft echt je bankrekening niet te breken. Hoef je portemonnee niet leeg te maken. Het moet gewoon simpel zijn en het moet ook iets wat bij jou past. En oké, wat nog meer? Ja, en ik heb nog deze hair treatment, wat ik gebruik ook. Die gebruik ik af en toe voor mijn haar, maar niet zoveel. Dat is ook heel goed. Die kan ik ook bij Kruidvat kopen. En die gebruik ik soms voor mijn haar. Dit is hair repair treatment. Dus ik gebruik voor mijn haar soms. Niet altijd. Omdat ik gebruik heel veel deep conditioner. Dus ik gebruik weinig van deze. En ik heb ook deze haarolie. Die doe ik wel heel vaak in mijn haar. Als ik geen zin in heb. En ja. Die 2 doe ik wel heel vaak in mijn haar. Gewoon als holy. Wanneer ik voor mijn haar heb moisturized. En dan doe ik die gewoon in mijn haar insmeren. Maar ik koop die eigenlijk van mijn dochter haar. Maar ik gebruik ook in mijn haar. En wat nog meer? En tot voor leave-in conditioner.
Mijn leave-in conditioner. Ik heb twee leave-in conditioners die ik gebruik. Dat is deze. Dit is de leave-in conditioner die ik gebruik. Bijvoorbeeld als ik klaar met mijn haar wassen ben, dan ga ik deze in mijn haar insmeren. Zodat mijn haar gewoon moisturized kan blijven. Maar ik heb ook, ik gebruik deze wanneer mijn haar, ja, als ik mijn haar net gewassen ben of als mijn haar gewoon zo is. Maar ik heb ook mijn eigen leave-in conditioner die ik heb hier gemaakt. Je weet, als je kroeshaar hebt, je kan je haar niet zomaar kammen als het droog is. Zo, wat ik altijd doe, ik heb gewoon hier conditioner, olies, gewoon even met water mengen. En dan die gebruik ik om even mijn haar in te spuiten wanneer ik door mijn haar kammen. Omdat je bepaalde dagen, je wil je haar stylen, maar je wil je haar niet wassen. Dan gebruik ik deze even in mijn haar helemaal in te spuiten. Wordt mijn haar een beetje vochtig. En daar ga ik mijn haar kammen. Maar ik kan mijn haar nooit kammen. Als die droog is, dan gaat het breken. Het kan gewoon niet bij kroeshaar. Zo, dit is gewoon ideaal. Dit is gewoon fijn. En ja, en wat nog meer? Olie. Deze zijn mijn go-to olie. Ik heb mijn olijfolie, die gebruik ik ook heel vaak in mijn haar. Ik gebruik die mist van wanneer ik net klaar ben met mijn haar wassen. En mijn haar is nog een beetje nat. En dan gebruik ik die olijfolie. Doe ik even in mijn haar, in mijn hoofdhuid, mijn hele haar. Onder de douche. Even goed inmasseren. Laat er even 5 minuten in. En dan ga ik met water, gewoon met koud water, gewoon even afspoelen. Maar die blijft nog in mijn haar zitten. Zodat mijn haar ook blijft moisture. Dat geeft mijn haar ook moist. Zo, die gebruik ik ook voor mijn haar als ik mijn haar ga wassen. Mijn go-to olie waar ik gebruik om mijn haar, om de 2 dagen gebruik ik mijn Jamaicaanse black castor olie. Maar ja, die zit nu in een andere fles. Dus eigenlijk deze fles olie is leeg. Ik heb niet Jamaicaanse black castor olie. Maar ik zal een foto hier ergens doen van de fles die ik gebruik. Jamaicaanse black castor olie. Dat is Jamaicaanse black castor olie waar hij in zit. En dit is ja, echt de Jamaicaanse black castor olie. Die gebruik ik voor mijn eigen haar. En die gebruik ik om mijn haar in te smeren. Om de 2 dagen ga ik even mijn haar op mijn hoofdhuid in te smeren. En die help je ook om je haar te groeien. Die helpt echt met haar groeien. En wat ik doe ook. Ik doe de Jamaicaanse black castor olie in deze fles. Doe ik even misschien 10 of 5 dropjes van pepermintolie en tea tree olie. Dat doe ik gewoon even erin en dan doe ik gewoon in mijn hoofdhuid insmeren om die 2 dagen. En dat helpt mij echt om mijn haar te groeien. En ook om ja, mijn edges hier, als ik van mijn haar vlechte, dan gaat het hier breken. En dan gebruik ik die olie daar. En het werkt gewoon prima voor dat. Dat is gewoon mijn haarproducten. Ik heb echt alles is onder de €25. De enige product die hier echt duur is, dat is de Jamaicaanse black castor olie. Dit kost iets van €22. Als je in Arnhem gaat kopen bij die bak in Arnhem, die grote fles, die kost iets van €22 of €23. Ik weet niet precies. Maar dat is de enige product die echt duur is die ik koop van mijn haar. Voor de rest is het allemaal €5, 2, €3, €10, €8. Dat is alles wat ik gebruik. En Hedge Control, dit is soms, ja, als ik bijvoorbeeld wil mijn edges, maar ik gebruik niet elke dag, gebruik meestal voor vriendinnen. Als ik vriendinnen haar maak, dan gebruik ik van hun haar. Maar zelf niet zo vaak. En mijn beste, mijn favoriete is mijn Afrikaanse shea butter. Je weet in Nederland, je hebt ervan gehoord, shea butter is de beste olie van haar. Ik kan alleen met shea butter en Jamaicaanse black castor olie, die ga ik wel leven. Met die 2, ze zijn gewoon echt super voor mij. Maar je kan ook shea butter in, ja, ik weet niet of je kan kopen buiten een echte shea butter, maar ik heb één keer in Arnhem een shea butter gekocht, maar blijkbaar was het nep. Ik kom thuis, ik dacht van jee, ik heb een echte shea butter, ik doe het open. Dit ding heeft geen geur. Het heeft gewoon geen geur. Dus ik denk van, kan toch niet? Dus ik ga even naar een vriendin laten zien. Ik zeg, is dit echt? En een vriendin van mij zei, nee, dit is niet echt. Of is gemengd met iets anders. Maar gelukkig, mijn vriend die kwam uit Ghana en die had van mij heel veel meegenomen. En dat is wat ik gebruik voor mijn haar. Dit is gewoon een meng van shea butter, extra virgin olijfolie, coconutolie. Dat is gewoon een meng van die 3. Dat is wat ik gebruik voor mijn haar. En ook soms voor mijn huid. Als in de winter als het echt droog is, dan gebruik ik ook voor mijn huid. Haarvitamine. Nee. Ik heb nooit de hair finidi.
Ik heb het nooit in het echt gezien. Ik heb bij een vriendin gezien. Ik was bij een vriendin op bezoek. En ik was ging bij de badkamer. Ik doe de badkamer open. En ik dacht van, wauw. Ik zag die fles van Hefini. Het was van, je bent in de kerk van, halleluja, halleluja. Ik dacht van, wow, dat is de fles. Ze had iets van 4-5 fles. En ik vraag haar, hoeveel kost die vitamine? Ze zegt tegen mij, ja, 60 euro, 50 euro of 60 euro. Ergens daar. Ik denk van, wat? Ik dacht, ik ga dat niet betalen. Het is gewoon veel te veel geld. Ik ben zelf iemand die houdt niet van medicijn nemen. Maar af en toe, ook die vitamine die ik ga jullie laten zien. Ik gebruik niet elke dag, om eerlijk te zijn. Soms, ik zet het in de keuken. Eerst had ik boven in mijn slaapkamer, maar toen gebruik ik nooit. Toen ik dacht van nee, ik moet gebruiken. Zo, ik zet het in de keuken. Soms als ik in de keuken ben, ik doe die kaas open. Ik zag hem en ik denk van ja, ik moet gebruiken. Ik gebruik mijn vitamine die ik gebruik voor mijn haar, is de kruidvat, huid, haar en nagels vitamine. Ja, dit is bijna leeg. Ik kom naar de tweede fles. Deze zijn iets van 3-4 euro. Vergelijken met de Hefinine van 50 euro. Geloof me, ik ga gewoon die kopen. Zijn veel goedkoper. Die heeft ook een biotine. Omdat biotine die heb ook met haar groeien. Maar omdat de biotine die hier is niet zoveel. Als jij bent iemand die denkt van, weet je, ik wil meer biotine gebruiken. Je kan ook een extra biotine pillen kopen. En dan neem je twee pilletjes van die en één pillen van de biotine die extra. Maar voor biotine kun je ook, je gezicht kan ook puistjes krijgen. Zo, ik ga gewoon daar niet voor. Ik gebruik gewoon deze. Deze zeggen van huid, haar en nagels. Huid heb ik geen verschil gezien, om eerlijk te zeggen. Ik heb niks gezien, geen verschil in mijn huid. Maar nagels wel. Maar ja, ik ben niet iemand die lange nagels houdt. Ik hou niet van lange nagels. Zo, mijn nagels zijn altijd kort. Maar mijn haar wel. Maar omdat ik gebruik ook mijn Jamaicaanse blaarkastenolie om de 2 dagen. En ik gebruik ook mijn haarvitamine van de kruidvat. 2 pillen per dag. Mijn haar voelt wel een beetje dikker. Dat kan ik wel. Ik ben nu 1 jaar natural. En mijn haar is echt gegroeid. Als ik mijn haar uittrek, dus komt het nu tot hier. Nu wil ik het niet doen. Het is gewoon zo mooi. Laat het gewoon even zo mooi blijven. Volgende keer zal ik wel doen. Maar nu wil ik gewoon niet uittrekken. Het is gewoon echt super mooi zo. Maar ja, ik voel mijn haar wel iets dikker worden. Mijn haar voelt wel iets dikker, iets sterker. Omdat ik wist van vroeger, als ik mijn haar ga kammen, mijn haar breekt heel veel. Het komt heel veel eruit. Maar de combinatie van mijn output, van alle haarproducten. Ik ga niet alleen maar zeggen deze 2. Maar combinatie van alle haarproducten en ook mijn vitamine en mijn Jamaicaanse blaarkastenolie. Ik voel dat mijn haar ook heel dik nu. Mijn haar is ook dik en ook sterk. En mijn haar is ook niet iets voelen, weet je. En ik gebruik ook niet zoveel dingen. Dat zijn mijn producten die ik gebruik van mijn eigen haar. Dat is alles, mijn vitamine. Dat is gewoon echt goed. Anders heb ik niet. En mijn 2 kammen, wat ik gebruik om mijn haar te kammen. Dit zijn gewoon veel beter voor mijn haar. Dat was alles. Dat was alle producten die ik gebruik van mijn eigen haar. En ik hou van mijn groeshaar. Ik doe weinig mee, geloof me. Ik doe weinig mee. Ik doe heel veel protective hairstyle. Protective hairstyle is gewoon een vlechtje of een wave. Dat je niet elke dag met je haar gaat spelen. Maar soms af en toe vind ik wel leuk om mijn haar gewoon zo te hebben. Misschien in de zomer als het warm is. Ik kan niet in de warmte met wave op. Nee, ik kan niet. Omdat ik ben een astma patiënt. Ik heb astma. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar ik heb een astma. Zo, ik krijg heel snel benauwd, heel snel warm. En met prijs erop in de zomer, nee. Dat is de reden ook waarom ik doe mijn haar elke zomer afknippen. Gewoon knippen, omdat het is makkelijk voor mij. Maar dit keer heb ik besloten om mijn haar te laten groeien. Kijk gewoon hoe lang mijn haar wordt, maar ik ga niet zoveel wave inzetten. Ik doe soms heel veel vlechten, van box braid, gewoon vlechtjes wave of... Vlechten, heel veel vlechten. Ik doe wel wave in de winter. Wave, prijk op. Misschien, ik doe wel prijk op. Maar zeg gewoon prijk. Wanneer ik thuis kom, doe ik weer uit. Maar echt een sewing doe ik het niet vaak. Doe ik het echt niet vaak. Omdat, ja, ik kijk gewoon heel snel benauwd. En is gewoon niet goed voor mij. Maar ja, dat is alle producten die ik heb vandaag jullie laten zien. En ik hoop dat jullie wat iets gaan leren. En als jullie vragen hebben... Laat me weten. Vergeet niet om te subscribe, like deze video, share. En als jullie willen dat ik meer video maak over groeshaar, zeg het gewoon. Ja, ik doe mijn best. Mijn Nederland is niet 100% goed. Soms heb ik moeite met een aantal dingen uit te spreken. Maar ja, ik doe mijn best.
Yeah, it's cool. This is your girl, Emmy Fules, and I hope to see you guys very soon. Peace out. Bye.